Dit is een vijfde met de Sillis voor de voldoende gemaakt door nummer 11, Luca Terani. Bij winst en verlies praten we met Robert Ruiter, die het ijzingwekkend koud heeft, maar had het wel een stuk warmer kunnen krijgen als Lisse gewoon deze wedstrijd had gewonnen. Want dit zijn drie punten die je gewoon misloopt, vragen, Robert. Ja, het is bizar geworden dit. Dus, als we ze vandaag, als we één keer hadden kunnen winnen op de Krom, was vandaag wel. Ik vond het erbarmelijk slecht Katwijk. En wij stonden aardig en we creëerden, we gaven nagenoeg niks weg. En, we creëerden een paar goede kansen. We maakten een goal. We moeten de tweede maken. We moeten het eigenlijk gewoon 2-3 maken.
Ja, als je ze dan zo kinderachtig weggeeft, ja, daar heb ik het meeste moeite mee. Kijk, dat Luca die kansen mist. Het feit dat hij zijn debuut maakt in de basis en de enige goal maakt van de wedstrijd zegt natuurlijk ook wat over de rest. Dus ons plan werkte wel, maar zo naïef die goals weggegeven. Ja, dat vind ik heel bizar. Nou, het valt niet mee om te verwerken, want kijk, je weet pas dat na 90 minuten, als het laatste fluitje jou klinkt, dat de wedstrijd afgelopen is. Maar in je hoofd heb je nog het idee, deze wedstrijd gaan we winnen. Ja, nee, goed. In principe valt die 1-1 al uit de lucht. En dan denk je, laat dan maar 1-1 worden. Hoewel je dan ook weet dat Katwijk eigenlijk altijd voor de 3 punten gaat. Dus dan hoop je nog op een omschakeling waarbij wij die tweede kunnen maken. Maar na die 1-1 zijn we er niet meer uitgekomen. Dan zie je ook dat eigenlijk de uitvallen met Luca ook de enige uitvallen waren die echt gevaarlijk waren, vond ik. Nou, die wissel ik dan 75 minuten. En dan geef je hem nog zo weg. Ja, en die mengering was al zo vaak weg, zeg maar. Ja, en dat neem ik in mijn laatste lijn zeker kwalijk. Ja, nou ja, goed, het valt niet mee. Je zal er weer even over moeten gaan praten. Ja. Aan de andere kant, de spelers weten ook dat het uiteindelijk door hunzelf tot een nederlaag heeft geleid. Aan de andere kant, je ook weer, kijk, je hebt het heel goed gedaan, tactisch gezien, maar ja, je koopt er niks voor. Je hebt niks. Nee, je koopt er niks voor, nee. Dus we gaan maar snel weer op de scout. Ja. En, we zien jou weer over 2 weken, denk ik pas, hè? Denk het wel. Telisse TV wordt mede mogelijk gemaakt door Van der Meer, administratiekantoor, administraties, jaarrekeningen, inkomstenbelasting, belasting.